Nou, vandaag hebben we een bijeenkomst met de deelnemers van Samen voor Goud. Er zijn ongeveer 25 deelnemers hier samengekomen op Papendal. En daarbij zijn ook 4 Paralympische sporters aanwezig. Samen voor Goud is een initiatief van NOC-NSF om meer mensen met een beperking aan het sporten of bewegen te krijgen. En daarbij krijgen ze een beetje hulp van een Paralympische topsporter. De topsporter fungeert eigenlijk als duwtje in de rug om de mensen meer te motiveren, stimuleren. En wat we daarbij doen is deelnemers doen we koppelen aan een Paralympische sporter, waardoor je een soort van buddy systeem krijgt en het een soort van maatjes worden, waarbij de deelnemer van allerlei dingen kan vragen over sport aan zijn maatje. En ze gaan ook nog een keer samen sporten. Het is voor mij een project waarin ik een atleet, of een beginnende atleet, die niet direct naar de Spelen hoeft of wat dan ook, maar die eigenlijk gewoon lekker wil sporten, als een soort van coach kan helpen met mijn ervaring en de lessen die ik inmiddels heb geleerd. Ik ben gekoppeld aan Dave Snoeren. Dave doet aan wielrennen. Die wil graag samen met zijn vrienden weer kunnen wielrennen. Dus dat is zijn doel. En net een mooi gesprek gehad over, hij heeft tot dan wat klachten aan zijn stomp. Hoe ik hem daarmee, hoe mijn advies hem hopelijk een beetje kan helpen daarbij. Ja, het is echt wel een leuk project samen voor Goud. We gaan er even goed voor. Dan is dit wel een hele vervelende plek waar die is. Ja, sure. Ik zit 2 jaar nu in een rolstoel. Er is een klein foutje in een operatie geweest. Waardoor een zenuw van mij in mijn bovenbeen is kapot gegaan. En ja, daarom ben ik lopend het ziekenhuis ingegaan en rollend het ziekenhuis uit. Ja. Ik ben gekoppeld aan Mark van der Kuilen. En, dat is een Paralympische basketballer. Daar ben ik ook door uitgenodigd om te komen kijken in Almere bij de wedstrijden vlak voor de Spelen. Ja, dat was fantastisch geweld. Hoe die sport wordt gedaan en met wat voor een snelheden en met techniek. Dat is zo gaaf om te zien. En dat gaf mij weer energie om toch te denken van ja, maar ik moet ook verder met mijn sport. Ja, ik ben handbikevereniging begonnen in Almere. Het was er niet. Ik vond dat het er wel moest zijn. En gelukkig hebben wij in Almere een coördinator voor aangepaste sporten die echt meteen enthousiast was met mijn verhaal dat ik wilde starten. En dat ging eigenlijk zo goed en zo snel dat wij in een paar maanden tijd al zijn gestart. En dat is echt, heel erg gaaf. Samen voor Goud heeft voor mij betekend dat ik weer ben gaan sporten. Heeft voor mij betekend dat ik een handbikevereniging ben gaan starten. Heeft voor mij betekend dat ik nu weer lekker in mijn vel zit. En dat ik veel meer vrijheid heb.